De vorige skinwedstrijd video vonden jullie behoorlijk leuk. Ja, en ik vond het eigenlijk ook best wel weer leuk om een keertje te doen. Want het was daarvoor alweer een tijdje geleden dat ik het had gedaan. Maar vandaag doen we het weer, omdat het toch eigenlijk wel leuk blijft om te doen. Maar ik doe het ook omdat ik een goede comment tegenkwam. Ik kwam namelijk deze comment tegen. Doe met het rad. En op welke knokker hij komt, moet iedereen, zeg maar, een skin aandoen van die knokker. En dan wie de vetste skin heeft van die knokker die aan het rad is gedraaid, wint. Lijkt het dat Joren dit ziet. Boos, Arby. En vergeet niet de code boos. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar ik dacht, Dennis, dat is een goed idee. Dit gaan we doen. En we gaan het dus nu ook doen. En ik doe het ook met random kijkers. Ik ga zo meteen even een Insta-story in mijn verhaal zetten. En dan gaan we eens kijken wie gaan joinen. Dus dan deel ik de teamcode. Dus nu niet met clubgenoten, maar gewoon met random mensen. Ik ben benieuwd of dat een beetje goed gaat. Want ik hoop dan altijd wel dat iedereen een beetje leuk mee gaat doen. Maar we gaan erachter komen. Maar voordat we gaan beginnen en voordat we aan het rad gaan draaien, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes zou super tof zijn als dat gaat lukken. En dan kunnen we misschien binnenkort een derde skin wedstrijd video weer gaan uploaden. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. En het werd net al gezegd in de comment, maar gebruik natuurlijk die code BOOS in de shop. Wordt gewaardeerd. Maar ik ga even de Insta story maken en dan kunnen we beginnen. Ik ben nu momenteel bezig met het opnemen van een skin wedstrijd video. Er kunnen in totaal 8 mensen joinen. Join mij en dan kom je in de video. Dus dat is wel net zo leuk. Moet je wel een beetje snel zijn. Oké, ondertussen zijn de mensen gejoined. Zelfs Shadows, die is er snel bij. Die is met mijn livestreams ook altijd snel. Maar blijkbaar met mijn Instagram is hij ook als een van de eerste. Echt bizar. Maar wat wordt de eerste knokker die we moeten zijn? Lola. Ja, ik weet niet of iedereen Lola heeft. En Lola heeft niet zo heel veel skins. Dus ik heb wel liever een knokker die wel redelijk wat skins heeft. Belle heeft ook niet zoveel skins. Ja, kijk, dat is een beetje jammer. Je moet eigenlijk El Primo, Cole, of gewoon de knokker waar veel mensen iets van hebben. We doen Sprout. Sprout, Sprout, Sprout. Ik hoop dat iedereen Sprout. Alleen, dat zou wel shit zijn als dat niet zo is. Oké, iedereen heeft een skin voor Sprout. Niemand zei er van nee, dus dan gaan we Sprout kiezen. Dan ben ik benieuwd of ik kan winnen met Sprout. Ik heb namelijk wel een paar vette skins. Je hebt deze, die vind ik vet. Maar eigenlijk vind ik dat niet de vetste. Ja, je hebt ook hier tropische Sprout. En ik denk trouwens dat niet eens dat iedereen een skin heeft voor Sprout. Ja, kijk, voor Shelly heeft iedereen wel een keer een skin. Maar groen of rood? Dat is alleen een beetje vraag. Ik ga voor groen. Ik ga voor groen. Dan ben ik benieuwd of ik ga winnen met mijn groene skin. Oké, daar gaan we dan. Ik begin niet in het midden, maar dat is ook helemaal niet erg. We hebben vet veel tropische Sprout. Twee mensen of drie mensen hebben geen skin voor Sprout. Oh, ik zie drie mensen. Drie mensen hebben geen skin voor Sprout. Dus dat is logisch. Dan heb je vet veel tropische Sprouten. Dus als je geen skin hebt, ja, dan ben je sowieso de lul. Ja. Dat is het pech hebben. Kijk, normaal gesproken en bij zo'n minigame heb je nog een beetje keuze, zeg maar. Maar nu echt totaal niet. Op zich vind ik dit wel echt een leuke. Maar ja, al die tropische sprouten gaan dus dood. Dus die kunnen zichzelf af laten gaan. Ik zal wel eventjes helpen, want dan gaat het misschien wat sneller. Oh, ik mis echt al mijn shots. Oké, nou, dan is het tussen mij en Shadows. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Veel dezelfde skins. Ja, wie gaat het worden? Gaat hij voor Shadows of kiest hij mijn skin? Hij bouwt de spanning op. Kian, die bouwt de spanning op. Wie gaat hij kiezen? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Hij kiest Shadows. Of nee, toch niet. Oh ja, ik kan Shadows. Yeah, ik heb gewonnen. Ja, ik vind deze skin ook wel heel vet van Sprout. Ik ben benieuwd. Oh, dat ziet er ook wel grappig uit. Zo eerlijk te zijn. Oh ja, prima. Ik ga nu dood. Jongen, in één keer met die super door het midden. Dan is in één keer alles gevuld. Maar het was nice. Was nice. De eerste ronde gewonnen. Maar ja, ik had natuurlijk, om eerlijk te zijn, ook wel redelijk wat skins voor Sprout. Of had ik ze allemaal voor Sprout? Volgens mij wel. De volgende knokker is Dynamike. Dat is leuk. Daar heeft iedereen sowieso wel skin van. Ik kan me niet voorstellen dat er geen mensen zijn zonder een Dynamike skin. Want je hebt ook best wel wat goedkope Dynamike skins. En die je gratis kon krijgen, volgens mij. Nou weet ik dat niet helemaal meer zeker. Maar in ieder geval, ik heb een vet veel. Ik vind Schimmel Mike heel erg nice. Maar ik weet niet of ik daarmee ga winnen. Kerstman Mike vind ik ook leuk. Chef Mike ook. Robo Mike blijft wat mij betreft dan toch nog wel de vetste. En die voetballers. Maar. En ik denk dat er vet veel mensen Schimmel Mike gaan kiezen. Dus ik ga er dan niet voor. Ik ga dan toch voor Robo Mike. Ja, dan ben ik benieuwd of ik kan winnen met Robo Mike. Maar daar gaan we achter komen. Ja, iedereen is nu dus Dynamike. Dit was echt een goed idee. Mattis had dit achtergelaten in de comments. Dat we gewoon met de random knokker dit moesten doen. Ik vind het echt heel nice. Want nu krijg je gewoon iedereen met dezelfde knokker. En dan kom je erachter van wat de vetste skin is voor een specifieke knokker. Dus dan heb je niet allemaal verschillende knokkers door elkaar. Nu is het echt
op één knokken. Maar als Mandje op ready kan drukken, dan kunnen we beginnen. Oké, daar gaan we dan. Eén iemand was niet meer actief, dus daar hebben we echt heel lang op moeten wachten. En uiteindelijk heb ik hem moeten kicken. Maar daardoor is één plekje nu leeg. Dus mocht je je dat afvragen, dan is dat het geval. Kian die had geen skin voor Dynamite. Voor de rest heeft iedereen wel een skin. Want je hebt wel met challenges dat je een aantal skins kon vrijspelen. Word ik nu gekild? Ja, dat zou prima kunnen. Hij kan natuurlijk mijn skin niet de mooiste vinden. Ik vind van Jipske op zich die skin wel nice. Die, dat is die PSG Mike. Die vind ik eigenlijk ook wel nice, om eerlijk te zijn. Maar hij had zelf voor Cashman Mike gekozen. Dus ik denk dat hij Cashman Mike laat winnen. En ik denk dat hij Die nu gaat killen. Weet ik niet zeker, maar dat is mijn verwachting. En dat is inderdaad het geval. Ja, hij had zelf voor Cashman Mike gekozen. Dus nou ja, dan is het ook logisch dat hij die natuurlijk laat winnen. Maar we gaan weer met de nieuwe knokker spelen. Dan ben ik benieuwd met welke knokker we nu een skin mogen kiezen. Hopelijk wordt het weer een knokker met een aantal skins. Eve, ik weet zeker dat niet iedereen Eve heeft. En Eve heeft maar één skin. Dus dat is niet echt een wedstrijd. Dan weten we sowieso al wie gaat winnen. Fang heeft ook niet zoveel skins. We moeten gewoon eventjes een normale knokker of een zeldzaam of super zeldzaam. Maar gewoon niet een te moeilijke. Jean kan op zich wel. Jean is wel oké. Alleen weet ik niet of iedereen een skin heeft voor Jean. Want Jean heeft er niet heel veel. Ja, ik heb natuurlijk een gouden, een zilveren. Maar ik wil die... Ah, dat is natuurlijk een beetje lastig. Ik wil geen gouden en zilveren skins gaan gebruiken in deze video. Want dat vind ik ook een beetje onzin. Dus ik doe nu gewoon... welke skin had ik nu? Kwaadaardige Jean. Die vind ik er op zich wel vet uitzien. Oké, daar gaan we dan. Ondertussen was er weer iemand offline. Dus ik dacht, nou ja, dan worden we het wel met heel weinig. Dus ik heb weer anderen toegelaten. Dus ja, we hebben gewoon weer een aantal kijkers erbij. Dat is meer ziel en meer vreugd. We hebben nu een Jean dus. En een aantal hebben geen skin voor Jean. En ik denk dat ik wel ga winnen. We hebben Piraten Jean. Randoms Appen is ook kwaadaardige Jean. En ik had eigenlijk wel één zilveren Jean misschien verwacht. Maar niemand heeft blijkbaar dus een zilveren Jean. Ik denk dat ik anders had gewonnen. Maar ik weet niet, hè. Misschien dat Shadows dan uiteindelijk dan toch nog die zilveren Jean eerder zou killen. Maar we hebben nu gewonnen met kwaadaardige Jean. Nou, dit was ook wel vrij makkelijk om eerlijk te zijn. Kijk, op het moment dat je dezelfde skin hebt als degene die in het midden staat, dan gaat het eigenlijk al wel goed komen. Ja, want dan weet je al dat diegene die skin heel vet vindt. Maar we gaan door. Ik ga nu net zo lang spinnen totdat we knokker hebben die redelijk veel skins heeft. Dus dan moet het gewoon een knokker zijn die makkelijk te krijgen is en niet zo moeilijk. Grom heeft dus ook bijna geen skins. Dus we moeten even een paar keer vaker spinnen. Zodat we even een knokker krijgen waar veel skins voor zijn. 8-bit zou kunnen. Hij ging net voorbij Rico. Rico is eigenlijk een betere. 8-bit kan op zich wel. Nita zou prima zijn. Oké, we doen Nita. Nita is een goeie. En ik denk dat de meesten ook wel een skin hebben voor Nita. Ja, je hebt Panda Nita, Rirendi Nita, Koala Nita. Volgens mij kon je een aantal van deze skins... Ik weet niet zeker, kon je vrij spelen? Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Ik mag dus niet voor de gouden of zilveren gaan. Want in principe zou je dan bijna elke keer kunnen winnen. Maar Nian Nita vind ik ver weg de vetste skin voor Nita. Dus ik ga voor Nian Nita. En ik hoop dat ik zelf ook nog een keertje in het midden kan komen te staan. Dat zou leuk zijn. En we doen hierna denk ik nog 1 of 2 ronden. Dus dan sluiten we daarmee af. En dan ben ik ook nog benieuwd welke knokkers we dan te zien krijgen. Het duurt allemaal echt vet lang. Ik ben nu al een half uur bezig met deze opname. Het gaat allemaal niet heel soepeltjes. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat je nu momenteel met allemaal kijkers speelt. Er zijn dus een aantal die geen skin hebben voor Nita. Dat zijn er in totaal 3. Dus die gaan als eerst dood. En de middelste heeft ook geen skin. Maar dat is helemaal niet erg. Randoms Appen, oh, die wil ook zijn super halen. Ik wil eigenlijk ook mijn super halen. Dat zal wel leuk zijn. Dan kunnen we zo meteen onze super neerzetten. Oh, Shadows, die wordt nu ook gekild. Ja, ik ben benieuwd wie uiteindelijk gaat winnen. Ik wil even 1 hit door hier doen. Ja, dan kan ik mijn super ook hier neerzetten. Dan hebben we allebei onze super. Ah, oh, ik heb al gewonnen! Yay! Nou, dat ging mooi snel. Dat ging mooi snel. Oké, ik ga nu sowieso dood. Ja, prima. Bij Nianita, ik vind deze ook echt heel erg vet. Heel erg vet. Maar we gaan doorspinnen. We gaan nu even kijken of we gewoon een knokker kunnen krijgen waar echt veel skins voor zijn. Die je ook gratis kan krijgen. Dan weet ik wel een beetje welke knokkers dat zijn. En Bull is er één van. Dus dit is mooi. Nu gaan we echt veel skins erbij langs zien komen. Want Bull heeft ook echt vet veel skins die ook niet te duur zijn. Die je ook kan kopen met sterpunten. Volgens mij Touchdown Bull die kon je krijgen. Oh nee, deze Linebreaker Bull kon je krijgen met sterpunten. Dus dat is leuk. En Barbarenkoning was volgens mij die je kon krijgen met de verjaardag of zo van Supercell. Je hebt in ieder geval best wel wat skins die je kon vrijspelen zonder heel veel geld uit te geven. Of die je gewoon kon kopen zonder geld uit te geven, zoals sterpunten skin. Een Leeuwbol is wel een skin die je moest betalen, want die kreeg je volgens mij met
Nee, die kon je ook krijgen. Met Club League was dat. Een clubskin. Dus die is in principe ook gratis. Dus dat is ook nice. Dus die heb ik. Ik ga hem selecteren. En ik vind Lil Bol ver weg de vetste skin. Maar eens kijken hoe de rest daarover denkt. En nu hoeven we niet zo lang te wachten. Dat is wel eventjes lekker. Is er nog meer een Lil Bol? Oh, er is ook een gouden boel. Shadows, die heeft gewoon gouden boel. Ziek. En de rest heeft allemaal die linebreaker boel. Je hebt ook random appen die een zilveren boel. Maar niemand heeft voor Lil Bol gekozen. Ik had echt verwacht dat een aantal nog Lil Bol zouden kiezen. Dat had ik echt verwacht. Maar blijkbaar hebben ze die niet. Want ik denk misschien dat Shadows hem trouwens wel heeft. Want die speelt natuurlijk ook veel Club League. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Want als hij zijn gouden skin selecteert. Ja, dat is in principe altijd de vetste skin. Goud is echt ziek. Daar kan je echt mee flexen. Omdat het echt veel te duur is. Het is echt veel te duur. Oké. Ik ben benieuwd wie de volgende gaat worden. Want hij heeft nu natuurlijk twee skins die hij zelf ook heeft gekozen. Barbarenkoning. En die vindt hij vetter dan mijn skin. Dus ja, oké. Ik zal hem het zelf trouwens af laten gaan. Want ik heb verloren. Dan ben ik benieuwd. Laat die Shadows winnen. Of die skin. Nee, Barbarenkoning die gaat killen. De Shadows heeft gewonnen met zijn gouden skin. Ja, gouden skin wint bijna altijd. Dat is ook wel logisch, omdat het super vet is. Maar we doen nog één laatste ronde. Daar sluiten we mee af. En dan doen we nog één knokker die ook heel veel skins heeft. Shelly zou dan perfect zijn. Ja, lol. Shelly, dat is een mooi einde. Dan sluiten we af met Shelly. En Shelly heeft bizar veel skins. Ik heb er ook heel veel van. Maar ja, ik denk dat anderen ook wel een paar skins hebben. Zoals PSG Shelly kon je volgens mij met de uitdaging krijgen. Ster Shelly is volgens mij met Ster of Brawl Stars pionier skin. Oh, die als je vroeger een account hebt aangemaakt, dan kreeg je deze. In ieder geval, Shelly heeft ook wel een paar skins waar je niet zo heel veel voor hoeft uit te geven. Prinses Shelly vind ik dan eigenlijk wel het vetste. Of nee, Hex Shelly. Hex Shelly sowieso. Die vind ik nice. Daar ga ik mee spelen. Dan gaan we eens kijken of we het laatste pasje nog een beetje bij kunnen komen met deze Shelly skin. Daar gaan we nu achter komen. Ik ben helaas geen één potje in het midden gekomen, maar dat is niet anders. Shadows is ook Hex Shelly. Dat is ook nice. En ze zijn allemaal ook Ster Shelly. Bandiet Shelly zie ik nog. En je hebt ook die PSG Shelly. Die vind ik ook persoonlijk best wel nice. Die gaat nu ook dood, denk ik. Oh nee, hij killt niet eens die. Die Ster Shelly, die vindt hij mooier dan Bandiet Shelly. Ja, iedereen heeft zijn eigen mening. Nu gaan die andere Shellys wel dood. Dus ik zal eventueel hier helpen. Ja, ze laten zichzelf al doodgaan. Dat is goed. Ja, soms heb je ook anderen die zichzelf niet dood willen laten gaan. Maar wie gaat uiteindelijk winnen? Wordt het Hex Shelly? Of wordt het PSG Shelly? Daar gaan we nu achter komen. Ik denk dat PSG Shelly gaat winnen. Of wat gaat hij doen? Jepske, die maakt het spannend. Ik denk dat... Ik weet niet wat hij gaat doen. Maar ik denk... Ja. Hij laat PSG Shelly winnen. Oh. Ja, ik moet mezelf ook laten afgaan. Shadows, die maakt helaas hem nog dood. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Maar in ieder geval... PSG Shelly heeft gewonnen deze laatste ronde. We hebben wel de eerste ronde gewonnen. Dat dan weer wel. Maar hey, dat was dit voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk... Ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het einde van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouwzuimerkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!